24 september. De raadsvergaderingen gaan er best net afgelopen. En vanaf Gennep Nieuws zijn we er natuurlijk bij om een aantal raadsleden te vragen waarover zij vandaag in de raad spraken. We beginnen bij het laatste onderwerp. Jullie kregen het als toegevoegd punt over een geitenhouderij. En ja, ik kon het niet helemaal volgen. Oké, ja, nou, we hebben in juli hebben wij vragen gesteld aan het college rondom de vergunningverlening van de geitenhouderijen. De vragen waren met name gericht op van, is er gezondheidsrisico voor de omwonenden? Want het blijkt, en dat bleek niet uit de informatie van het college, het blijkt dat er nogal wat risico's zijn bij geitenhouderijen waarvan we nog niet weten waar die precies door veroorzaakt worden. Ja goed, dan heeft u het dan over met name de onderzoeken vanuit Brabant en dergelijke, met longontsteking en dergelijke? Nou, Brabant en Gelderland zijn twee provincies die hebben nu een bouwstop uitgevaardigd, ja. Provincie Limburg niet. En provincies Brabant en Gelderland hebben die bouwstop afgekondigd omdat het RIVM, het Instituut van het Rijk, wat onderzoek doet naar de volksgezondheid, nog onderzoeken doen is. En die twee provincies hebben gezegd van stop even met nieuwe ondernemingen of uitbreidingen tot het bekend is waar dat die meer longontstekingen door veroorzaakt worden. Maar wat heeft de provincie Limburg gezegd? De provincie Limburg heeft nadat de antwoorden van het college kwamen, ook de aanleiding van vragen die gesteld zijn in de Staten, gezegd van wij laten het aan de gemeente over. En dan zien we dat de gemeente Weert en Nederweert zelf een bouwstop hebben uitgevaardigd. En wij hebben hier aangekondigd dat wij ook een bouwstop willen laten aankondigen door de gemeenteraad. En wij komen met een initiatiefvoorstel. Met andere woorden, in de volgende raad komt u met een voorstel om een bouwstop op een geitenhouderij. Ja, ik weet niet of dat de volgende raad wordt, want de procedure is dat het college eerst een reactie geeft op het initiatiefvoorstel. Dus het kan zijn dat dat de raad daarna wordt. Dus dan hebben we het over december. Maar zeker nog een onderwerp wat vaker terug zal komen in dit gebouw. Dat hebben we ook vandaag gehoord. Een fractie van de PvdA zei, we zijn blij dat jullie dit agenderen, want dat moeten we hier in de raad bespreken. Dat moet niet alleen bij het college blijven, we moeten hier in de raad moeten het hebben over deze hoofdlijnen. Meneer Frans, jullie hadden het over megastallen, een voorstel vanuit de SP. Dat klopt. Zoals ik ook al gezegd heb, waren we in de tijd door de hele gang van zaken rond Lidl overvallen, omdat we daar als raad eigenlijk te laat waren om te regelen wat we niet wilden. De aanleiding was de ontwikkeling binnen het buitengebied, waardoor wij nu gezegd hebben van nou, we moeten niet in dit geval niet te laat zijn om opnieuw voor een voldongen feit te staan. En we brengen een motie in die eigenlijk megastallen verbiedt. Oké, en dan vindt er een discussie plaats, die hebben we kunnen volgen. Maar dan op een gegeven moment zegt u, we trekken die motie in. Bent u nou weer voor of bent u tegen die megastallen? We zijn tegen de megastallen, heel duidelijk. Ja. En dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Dus dat mag gewoon heel duidelijk zijn. Alleen binnen de raad kregen we toch een discussie over wat versta je eronder, ja. Hoe ziet dat eruit. We kwamen, als we het doorgezet hadden, denk ik dat hij net niet de meerderheid gehaald had en dan had je niks meer. Wat we nu hebben is een afspraak met alle woordvoerders ruimtelijke ordening, de wethouder en de ambtenaren, dat we het hele probleem nog een keer gaan bekijken en dan kan er alles uitkomen en dan zal het geheid nog een keer terugkomen in de raad. Als ik het goed begrijp, meneer Frans, voorlopig dus een standpunt van we wensen het niet en we gaan dat in de toekomst proberen hard te maken. Ja, dat is een hele goede samenvatting. Ja, we spreken met de woordvoerder van de Partij van de Arbeid en we hebben het over zonneparken. Nou, dat is mooi. Dat is hartstikke mooi en we hebben het ook heel hard nodig in de gemeente Gennep en heel Nederland. Ja, er is een aanvraag gedaan tot het aanleg van een park. Er is een aanvraag gedaan voor een park in de buurt van de Brem. En er is een aanvraag die is gedaan door een Duits bedrijf. Ja. En op zich maakt het natuurlijk niet uit wie de energie of de duurzame energie opwekt. Hij moet opgewekt worden. Maar we vinden het wel een gemiste kans dat we niet als bevolking van de gemeente Gennep zelf dit soort kansen krijgen om bijvoorbeeld een coöperatie op te richten. En dan zelf ook de revenue van zo'n zonnepanelenpark te kunnen innen. Ja, en dan komt u eigenlijk terug op eerdere ideeën waarvan jullie zeiden we moeten zoiets op poten gezien te krijgen. Dat was een zonnepark eigenlijk op dezelfde locatie, maar dan een paar slagen groter. Toen de tijd het grootste park van Nederland.
En dat was inderdaad in de vorm van een coöperatie. En op het moment dat je de mensen in de omgeving mee laat profiteren van zo'n ontwikkeling, dan krijg je ook draagvlak. En dan krijg je ook steun vanuit de bevolking om zo'n project op te bouwen en uit te breiden eventueel. Maar goed, een dergelijk initiatief is natuurlijk nog nooit weg. Hè? Kan nog altijd. Nee, dat is zo. Daarom zijn we ook niet tegen de verklaring van bedenkingen die we nu hebben afgegeven. Daar zijn we absoluut niet tegen. Alleen, we hopen wel in de toekomst dat de gemeente eerst kijkt naar initiatieven uit de eigen bevolking. Kijkt de gemeente ook naar eigen panden om daar zonnepanelen op te leggen? Want ik geloof niet dat er veel op scholen en op gemeentelijke gebouwen liggen. Is wel? Het zal best dat de gemeente daar wel naar kijkt, maar er ligt er inderdaad nog niet één op. En dat is ook een gemiste kans. En vaak is dat een financiële afweging die er gemaakt wordt. Maar je moet kijken naar wat het maatschappelijk effect is. En daarom zal de gemeente zelf, willen ze het goede voorbeeld geven, dat roepen ze altijd, wel heel hard aan de slag moeten met hun eigen gebouwen, inderdaad. Nou, dat is dan nog afwachten wat er met de eigen gebouwen, in ieder geval bij de Brem, mag het doorgaan als ik het goed begrijp. Wat ons betreft mag het bij de Brem doorgaan en wat ons betreft komen er nog vele achteraan. Ja, dan spreken we nog even met de woordvoerder van de VVD. En dat ging over de wet maatschappelijke zorg. Wet langdurige zorg. Onderdeel van de WMO. Dus voorzieningen die je vanuit de gemeente bijvoorbeeld kunt krijgen. En D66 had daarover een motie ingediend vanavond die wet ter stemming kwam. Ja, wat was de inhoud van die motie? Nou, D66 wil dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de vrije tijdsbehoeften. Daar hebben wij als VVD tegen gestemd. We vinden het primair een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zelf om daarnaar te kijken. Die hebben de verantwoordelijkheid, die zorgen voor de mensen. Ja. En die kunnen het beste beoordelen welke vrije tijdsbehoefte er is bij de mensen. Jawel, maar de gemeente heeft toch ook al tijdenlang gekeken naar wat de behoeften zijn, naar het aantal sporthallen en noem maar op. Met andere woorden, de gemeente doet wel wat op dat gebied. Ja, de gemeente doet op het gebied van de WMO zeker dingen. En kijkt naar wat de inwoners van de gemeente breed aan voorzieningen nodig hebben. Maar als je heel specifiek maatwerk wil voor de wet langdurige zorg, dan zou je toch eerst naar de zorginstellingen zelf kijken waar de mensen gewoon ook zitten. En die hebben de expertise. En dan snap ik niet waarom D66 nu dat juist bij die instellingen die de expertise hebben wil weghalen. U bent tegen de motie? Zeker. En hoe liep de verstemming verder? Hij is door de meerderheid aangenomen. Voor de zomer was hij al een keer ingediend. Ja. En toen is hij ontraden door het college. Wethouder Lucas van de SP was tegen. Ja. En vanavond is hij met steun van de SP wel aangenomen. Dus het college zou nu aan de slag moeten. Maar uiteraard kunnen ze ook een motie naast zich neerleggen en hem niet uitvoeren. Dus we kijken even wat ze gaan doen. Nou, laten we dat dan afwachten. In ieder geval bedankt voor de toelichting. Helemaal prima. Leuk dat u er weer bent. Ja, laatste item bij de woordvoerder van CDA. Ja, jullie hadden het over de politiesterkte en toen dacht ik, we zouden overgaan. Dat is inderdaad een belangrijk onderwerp al enige tijd binnen de gemeenteraad van Gennep. Want wij vinden dat we toch wel in de kop van Noord-Limburg te weinig politieinzet hebben. We hebben daar op dit moment maar 2 wijkagenten die actief zijn. Ja. En die zijn effectief 0,7% van de tijd, maar 0,7% effectief. En dat is eigenlijk veel te weinig. En daarnaast komt nog bij dat we uiteindelijk 3 agenten echt recht op hebben. En wat gaan jullie nou doen als raad? We hebben het college in ieder geval verzocht om een brief te laten versturen namens de voltallige gemeenteraad richting de politieeenheid. Om in ieder geval nogmaals extra aandacht te vragen voor agenten. Dat er in ieder geval, zeker gelet op ook de verblijfsrecreatieve complexen, centerparks, dichterbij als zorginstellingen. Pantijn zijn allemaal belangrijke zaken die ook voor de politie, op het moment dat er calamiteiten zijn, dat ze in Gennep snel ter plekke kunnen zijn. Dat vinden wij van groot belang. Ja, u wilt voldoende politieagenten in Gennep zelf. Dat gaat dan naar, laat ik zeggen, de eenheidsleiding in Maastricht. Maar moet u eigenlijk niet bij de minister zijn? Want die heeft tenslotte via de politiewet beloofd dat er wijkagenten moeten zijn. Daar heeft u wel een punt. Dat is eigenlijk de juiste instantie, de minister. Daar hebben we ook al een brief naartoe gestuurd. Okay. Maar voor wat betreft de verdeling van de agenten in Limburg moeten we nu bij de mevrouw Pentestraken zijn die namens de regiogemeente optreedt. Oké, en is er enig idee van wanneer u antwoord krijgt op het schrijven?
Nou, we hebben nu vandaag besloten dat er een brief de deur uitgaat. Ja. Dat hebben wij trouwens als gemeenteraad van Gennep niet alleen gedaan, maar ook de gemeenteraad van Moken-Middelaar hebben er al toe besloten. De gemeenteraad van Venraai, om in ieder geval de druk in Noord-Limburg echt op te voeren richting Zuid-Limburg, om ook meer agenten hier naar Noord-Limburg toe te halen. Ik denk dat dat een heel stevig signaal is, door dat ook te doen als gemeenteraad en ook als drie afzonderlijke gemeenteraden. En hopelijk volgen er nog meer raden in Noord-Limburg. We gaan afwachten wat uw brief voor resultaat heeft. Tegen die tijd hopen we dan nog een keer op terug te mogen komen. We doen het in ieder geval voor onze burgers, omdat we belangrijk vinden dat veiligheid hoog in het vaandel hebben. En dat is daar is wat we hier vanavond voor gedaan hebben. Ja, dames en heren, daar maken we bijna nooit mee. Volledige lege raadzaal. De raadsvergadering was afgelopen, had u al gezegd. De boot is nog aanwezig, die gaat hier dadelijk het licht uitmaken. Dank voor het kijken en graag tot de volgende raadsvergadering.